Sinterpost, de Klaas. Sinterklaas, de post. Piet, en zit er wat leuks bij? Nou, en of, jazeker. Sinterklaas, hier voor de verzekering voor de pepernoten. Heel goed. En zo snel moeten we weer een APK-keuring. Ja, ja. En hier staan de nieuwe mijters in. Oeh, dat is... Maar vooral leuk... Zeg, Piet, in Nederland is het hier 150 pepernoten van elkaar af. Dus een beetje rekening mee, alstublieft. Sorry, wat wou je zeggen, Piet? Excuus. Dat zijn vooral leuke brieven van leuke kinderen. Beste Sinterklaas, wat fijn dat u elk jaar weer naar Nederland komt. Ja, ja. Het Sinterklaasfeest is mijn lievelingsfeest. Het is jammer dat u er zo ouderwets uitziet. Goedje Saar. Sowieso. U ziet er toch helemaal niet ouderwets uit? Nee, u ziet er heel modern uit als een hele toffe peer of een gast. Klaas. Zijn er nog meer brieven? Want ik begreep dat Albertje ook een briefje had geschreven. Uit Kromvoort, Sinterklaas. Uit Kromvoort? Helemaal onderop. Ja, kijk eens aan, een prachtige tekening. Een gedichtje. Lieve Sint, hoe lief ik u ook vind, ik zie dat u heel, heel ouderwets bent. U lijkt wel een hele oude vindt. Dat is niet zo leuk. Vinden jullie dat ik er ouderwets uitzie, Pieter? Nee, een ouderwets mooi. Wat zeg je? Of ouderwets is niet het woord, maar met baard kleed heel mooi af. Ja, dat is helemaal in zo'n mooie baard. En zo mooi wit is hij ook. Heel hè? Bijzonder. Ja. Bijzonder zonder veel rimpels. Nou, Pieter, bedankt. Laat hem maar even alleen alstublieft. Ik ben nog helemaal niet zo oud. Ah, wie houdt ik voor de gek? Ik wil plaatjes met levenswijsheden op Facebook. En als ik moet bukken, heb ik wel even last. Laatst dacht ik nog dat TikTok een snoepje was. Nou, misschien hebben de kinderen toch nog een beetje gelijk. Lieve Sinterklaas, ja, leuk dat u er weer bent. Jammer dat u er zo een beetje zo oud uitziet. Groetjes, Henk van der Sloot. Nee, Henk van der Zee. Henk van der Beek. Sinterklaas, oude dwaas, stinkt naar bier en geitenkaas. Afzender Jan de Vries uit Eindhoven. Doe! Als Sinterklaas hier intrapt, en dat kan niet anders, dan is het tijd voor mijn volgende plannetje. Briljant, briljant, briljant. Dan gaan we nu weer eens fijn aan de e-mails werken. Nu eens even dubbelklikken. Klik. En zo. Waarom doet hij het nou niet? Hé, hey, wat is dat nou? Een chatberichtje. Van een Piet. Deze Piet die ken ik helemaal niet. Maar ze ziet er wel een beetje hip uit. Wat schrijft ze eigenlijk? Dag Sinterklaasje. Dag Piet. Kennen we elkaar al? Eens kijken wat ze zegt. Ik ben Influence Piet. Ik heb heel veel verstand van het hip maken van ouderwetse mensen. Kent u die toevallig? Nou zeg, dat is toch toevallig? Er zijn een aantal kinderen die vinden mij ouderwets. Oh, nu al een reactie? Nou, dat is inderdaad wel heel, heel, heel erg toevallig. Als u het leuk vindt, kan ik wel meedenken over een manier om het Sinterklaasfeest wat hipper te maken. Zo, 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 ja. Wat moet ik daar nou mee? Misschien is het wel een goed idee. Goedemiddag, Sinterklaas. Zeg, beste Piet. Kan je niet kloppen? Sorry, pardon. Excuus. Zeg, Piet, ik kreeg zojuist een chatberichtje van Influence Piet. En die Influence Piet die wil mij helpen om het Sinterklaasfeest wat hipper te maken, wat moderner. Wat weet je daar nou van? Een chatbericht van een Influence Piet? Dit is levensgevaarlijk. U kunt niet zomaar zitten chatten met iemand die u niet kent. Die stelen dingen. Ik heb dat gezien op televisie bij Dr. Pil of Kees van der Borst.
En dan noem je mij ouderwets. Ik heb genoeg levenservaring om daarmee om te gaan. Alsjeblieft zeg. Wat kom je eigenlijk doen? We hebben een brief van Vlinder of Winter of Storm. Ze vraagt of we ook biologische glutenvrije pepernoten hebben en met onverzadigde vetzuren en hydraterende crème voor haar vader. Jazeker hoor Piet. Dat weet je toch wel? Achter in het magazijn, naast die veganistische, onbespoten, heerlijke speciale speculaas. Tenminste, het is een gele doos. Ben weer weg. Zeer interessante influence, Piet. Ik ben uiteraard benieuwd naar je ideeën. Hij trapt erin. Briljant, briljant, briljant. Ik heb nu moeten kiepen. Ja, ik maak de allerbeste makeovers van Europa. U ziet er dus nu zo uit. Foto, foto, foto. Ja, enter. Maar na deze makeover ziet u er zo uit. Foto, foto, foto. Enter. Zo, wauw zeg. Dat is even een knappe vent. Applaus. Hoe gaan we dat verder aanpakken? Eerst moeten wij iets doen aan uw mijter. Dat ziet er niet uit, mijter. Korte ei, lange ei. Zo wat. Enter. Mijn mijter, zeg jij. Ik ben nogal erg hecht aan mijn mijter. Weet je zeker dat er iets met mijn mijter moet? Wie is hier nu de influence, Piet? Jij of ik? Nee, ik kan het niet maken. Gaan we anders doen. Als u mij nu uw mijter toestuurt, dan stuur ik u een super hippe, vet, coole pet. Enter. Naar jou toesturen. Ja, ja. En wat gebeurt er dan met die mijter? Laat de mijter maar bezorgen, ja. Onder de eikenboom, ja. Daar zal ik hem dan ophalen. Dan krijgt u iets fantastisch terug. Enter. Vooruit dan maar. De eik in het park of die bij het water? Bij het park. Niet bij het water. Ik haat water. Brrr, blam, brrr. Pieten, kom eens even hier. Sinter, klop, klop, Klaas. Zeg, luister eens. Ik heb voor jullie even wat te doen. Doe mijn mijter eens even mooi inpakken. En dan mag je onder de grote eikenboom in het park. Alsjeblieft. Maar waarom, Sinterklaas? Het is tijd voor iets anders. Het is tijd om afscheid te nemen van het oude. We gaan echt naar een nieuwe Sinterklaas. U staat op alle afbeeldingen met mijter. Kleurplaat op snoepgoed. Poppen die van u verkocht worden. Dat kan toch niet? Nee, dit kan niet. Dit klopt niet. U klopt dan niet. Luister eens, Pieter. Wij moeten meegaan met de tijd. En de mijter is ouderwets. Dus we gaan vernieuwen. Maar... Geen gemaar. Mijter meenemen. Inpakken. Onder de eikenboom. Ja, dit voelt heel erg fout. Een mijter weggooien, dat doe je toch niet? Dan is het een uitsmijter. Voor je het weet, knipt hij zijn baard af. Zo, dat is nog een pakje, zeg. Van de Influence Piet. Zo, wat is dat nou? Oh, dat ziet er wel erg hip uit. Eventjes passen. Ben benieuwd. Alleen, hoe werkt zo'n apparaat? Zo. Nee, dat wil niet eigenlijk. Misschien dan zo. Ja, dat is al beter, denk ik. Het is wel even wennen, hoor. Iets anders als een mijter. Maar ja, het is hipper. En de kinderen vinden me misschien dan niet meer zo ouderwets. En ik ben echt benieuwd naar haar nieuwe ideeën. Dit komt helemaal goed.
dit jaar word ik Sinterklaas. Briljant, briljant, briljant.